getrouwd met Esther. En samen zijn wij lid van de gemeenschap Shemenev. Ook ik wil in deze dagen, waar we uitzien naar Pasen, wat woorden van hoop delen. En hoop is voor mij eigenlijk niet sterk genoeg. Ik heb vertrouwen. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik voel me altijd gesterkt door Psalm 130. Waar eigenlijk staat dat als je diep in de put zit, hij naar je luistert. En ik lees even met name regel 5 voor. Ik verwacht alles van de Heer. Ik ken zijn woord en heb er alle vertrouwen in. En dat is het eigenlijk. Ik ken zijn woord en ik heb vertrouwen. En vertrouwen is voor mij nog sterker, nog mooier dan geloof. En dat werd een aantal jaren voor mij heel duidelijk, toen ik op een gegeven moment echt Jezus heb gevraagd om mijn levenspad mee te wandelen. En ik heb hem toen ook echt gevraagd, loop met mij mee. En in die momenten waarvan ik echt denk van nu zit ik in de put. Nu lig ik op de grond, lig in de arena van het leven. Dan vraag ik aan Jezus, loop er even met mij mee. En neem mij even weer bij de hand. En iedereen kent wel die foto of die plaatjes waarin gezegd wordt dat waar je 4 voetstappen ziet. En op een gegeven moment zie je nog maar dat 1 paar voetstappen. Dat je dan denkt van God, hij heeft mij alleen gelaten. Dan is het juist daar waar hij jou gedragen heeft. Iedereen zal dat wel kennen. En als je dat soort momenten hebt en echt vraagt van nu zou ik gedragen willen worden. Dan is er voor mij altijd 1 lied heel belangrijk. En dat is Walk With Me van Jesus Culture. Ik weet niet of het kan, maar ik zal de link wel meesturen. En het kan niet anders dat als je dat lied hebt gehoord en je hebt het lekker hard gezet, dat je na dat lied echt zoiets hebt van ik word gedragen en ik heb vertrouwen, want ik ken zijn woord, ik ken zijn daden en ik hoop, maar sterker nog, ik heb vertrouwen in hem. En datgene wat er ook gebeurt is zijn wil en soms is die mooier dan dat wij zelf kunnen hopen of waar wij voor bidden. Ja, dat wilde ik even delen. En iedereen nog een goede vaste tijd gewenst.